Nee, toch niet. Wat gaan we nou doen, jongen? Ik dacht dat we benen gingen trainen, geen berg beklimmen. Dat is een goede warming up, jongens. Lintjes. Bovenaan gekomen, jongens. Ah, nee. Kijk even. Hey. Jezus. Letterlijk aan de top van de ijsberg. Er ligt wel even die scoop, hè? Ik merk toch wel hoe goed onze conditie is. Niet wel mijn conditie. Ik vind het al een unieke locatie om even een scoopje op te nemen, toch? Ja. Teken ervoor. Hoe vaak kom je op zo'n mooie plek? Nou, ik heb nog nooit op deze hoogte een scoop genomen, moet ik zeggen. Nou, dan ga ik hem... Proost. De natuur, hè? De natuur, jongen. En op hoge, dikke bergen. Sorry. We zochten eigenlijk naar een bankje, jongens. Maar toen kwamen we erachter dat we hier omhoog konden lopen. Kijk erbij. Oeh! Scoopje bij de view. Dit is de tropical, weer. Dit is de tropical. Als het goed is heb ik ook... Kijk eens. Ik wil die pas wel bij dit tropische uitzicht. Oeh! Zo. Oh, wow. Hier, wissel. Grote wissel terug. Nee, ik ga nu nog eens. Gelijk is het zonnetje weg. Ga bergafwaarts. Wat wel gewoon grappig. Is dat de gym of gym? Dat is de gym. Gym gaat naar de gym. We hebben al 1000 treden erop zitten. Waar was jij dit weekend eigenlijk? Afgelopen weekend. Nachtwacht. Oh ja, nachtwacht. Was beter dan verwacht. In ieder geval beter dan wat ik had. Ja? Ja, of had je dit in gedachten? Nou. Je zou niet gaan toch? Oh zo, ja. Ik zou sowieso niet gaan, man. Ik had pas diezelfde offer besloten. Eigenlijk. Ik werd om 8 uur ochtends stond ik in één keer was ik super wakker. Ik zag dat zonnetje schijnen. Ik denk, ja, kan ik niet stil blijven zitten natuurlijk. Maar ik wou eigenlijk naar Awakenings. Jim, ja. Jim kan nooit stilzitten trouwens. Awakenings was toch weer €85 per kaartje of zo. Zo ja, maar hij was wel ziek. Leuk. Ja, hij was ziek hoor. Het was ziek, alleen wat ik zeg, je moet daar niet voor de muziek heen gaan. Nee, je moet daar niet voor de muziek heen gaan, maar het was lekker weer. Er waren leuke mensen. Ik zag veel dames op je story. Het was een top evenement, alleen... Ik zag Amerikaanse dames. Ja jongen, dat was een vriendin van vroeger. Nee, dat is lang niet gezien, maar zij werkt voor grote evenementen zoals... Dat is ziek man. Grand Prix. Dik. Die is niet altijd in Nederland. Dik, dus hoor. Wij waren bij Awakenings. En nu even rust. Ja, het is wel even rust. Voor Bim begint het eigenlijk nu, want bij nachtwacht heb ik niet gek gedaan man. Ik heb voor rust gaan. Niet gek gedaan. Oprecht, bij het nachtwacht heb ik het echt rustig gehouden. Ja, rustig gehouden? Met... Gewoon met van alles. Ik heb het gewoon rustig gehouden en aankomend weekend Toffler. Oh ja. Dan hebben we over 2 weken... Is het thuiswedstrijd voor jou? Ja, Rotterdam. Voor de mensen die het willen weten. En over 2 weken natuurlijk verknipt outdoor. Beide dagen. Oh, die twijfel ik nog om te gaan. Dan gaan we eigenlijk wel helemaal door het geleid. Dan ben ik niet meer aanspreekbaar hoor. Ja, nou, maar laat me even weten of ik er ook heen moet, maar ik weet het nog niet hoor. Ik zag de line-up trouwens, zaterdag zag er goed uit. Kom de zondag... Ik wil gewoon niks missen, ik wil beide dagen. Nee, maar ik kook zondag en dat beviel me heel erg. Dus het valt ook bijna het water in. Zo, nou, hoog tijd om gewoon naar binnen te gaan, kijk. Zeker, lekker lekker. Himalaya geberg, zo om de hoek. Hij doet het met een barbel, maar ik heb nog kleine onderrugblessure. Tenminste, ik moet een beetje voorzichtig zijn. Dus ik pak hem even met kettlebells. Dus ik kan wel gewoon relax trainen en ik kan wel gewoon vol gas trainen, maar je moet gewoon af en toe iets slimmer aanpakken. Zo, ik duik even over de ding heen. Ah, lekker. Leg day. In ieder geval, main training. Het is even anders met die warmte. Let's go. En nou, Awakenings. Ik ga wel snel lopen hoor. Let's go, 20, kom op. Lekker house setje op de achtergrond. En door, kom op. Twister.
zetten. Zet één van de vier. Ik ga altijd wel zweten, man. Hoe vaak ik train? Twee keer per week. Ja? Maar ik doe eigenlijk altijd vaak extra, man. Dus ik doe dan bijvoorbeeld de rug en dan doe ik daarna nog benen. Benen erbij. Ja. Dus je pakt hem niet als de hele dag, de hele training? Nee, af en toe, heel af en toe, man. Ik probeer wel 2 keer per week de benen te trainen. Ga ook even zo staan. Ik doe nog hardlopen toch daarnaast. Dus je kunt dan ja, ik doe het vaak op dezelfde dag. Dus als ik dan benen training, dan ga ik die dag ook hardlopen, zeg maar. Aanraden? Zeker minimaal 1 keer per week te squatten? En de rest van de week kan je de tweede beentraining, kan je gewoon wel been trainen, maar dan hoef je niet expliciet te squatten. We hebben in ieder geval dat al gehad. En ja, minimaal 2 keer per week gewoon je benen mee pakken. Pak hem dus noods met een full body day mee. Wat jij ook doet eigenlijk, aan het einde eventjes. Ja. Dus, maar wel dat je benen wel groeien. En vooral met deze oefeningen, dan gaan ze helemaal groeien. Zo zie je, het hoeft allemaal niet zwaar, hè? Die irritante fitnesser die niet zijn spullen opruimt, dat ben ik. Ja. Wat we zeggen, we gaan niet drie setjes laten zien. Wel kaal nog zo, is een shakebeker hier zo. Eigenlijk hoort hier gewoon even zo'n zwarte unit te staan. Binnenkort in de shop. Nou, mensen moeten eigenlijk betalen voor deze content die je dit laat zien. Dit is gewoon content. Ja, Shakira is jaloers, hè? Ik vind dit te snel, jongens. Nee, ik vind dit er gewoon te snel, bro.
deze is helemaal kut, want die duurde niet. Volgens mij moet je er weer vanaf en dan weer erop. Punt. Nee. Lekker hoor, Twan. Kom op, Twan. Laat de kuitjes groeien. Nou, dat is de buikspieren. Je kan het ook van de spier, dus moet ook getraind worden. Vergeet ze niet. Zo jongens, ik en Twan moesten natuurlijk even lunchen. Dus ik heb twee opties. Ik weet dat Twan van bolletjes houdt. Dus ik heb voor Twan een bolletje met een beetje ijsbergsla, kipfilet. Ik ben zelf iets verder in de kut, dus ik hou het graag bij lichtgewicht Waza crackers. Lage calorie. Lage calorie. Ik eet gewoon een bolletje hoor. Wil je nou ook weten wat je precies moet eten in de kut of in de bulk? Coaching. Connect me even voor coaching. Jim de Wim is mijn Instagram, jongens. Daar geef ik je wat meer informatie erover. Om jouw beste shape te halen voor de zomer. En daarna natuurlijk. Je gewoon in het algemeen op weg te helpen met fitness en voeding. Ik lust wel wat, man. Ja, ik hoop alleen niet dat die ijsberg sla weg. Ik neem deze wel gewoon alleen. Dat is gewoon beter. Ik heb alleen eigenlijk een shake op. Ja, ik ook, man. Doe ik tegenwoordig vaak. Zo, gewoon even een shake. Zeker als ik een beetje eerder op de dag ga trainen. Dan. Nee, dat doe ik tegenwoordig vaak. Gewoon even een shake, alleen als een bijt. Gewoon bijvoorbeeld fruit, aardbeien, goede schot natuurlijk. En dan met een beetje melk, dat is dan gewoon de bodem. Kan je dan trainen. En dan heb je voor de middag heb je gewoon wat calorieën over. Van 12 uur of zo. Volkoren, hè? Hey. Volkoren bol, hé. Kreeg maar drie plakjes van Jim. En een beetje hey. Sla erop. Zo, ik heb een sla erop. Niet te veel sla doen, want anders dan hebben we niks meer voor de wazakrekkers. Ja, ik zou echt die wazakrekkers bijvoorbeeld pas doen als ik echt aan het einde ben van... Nee, kut. Ja. Maar ik ben al ook al even bezig. Ik ben al bezig, bijna, dus, bijna drie maandjes bezig. Zo. Lekker hoor, ziet er goed uit. Taste testing. Ja. Voor een picknick zou ik het doen. Ja, lekker. Toch? Even snelle hap. Eén hap en je zit vol. Lekker man. Beetje water erbij. Houden jullie nou wat in deze video? Laat we even weten. Want dan reageren wij allemaal weer naar de herfst natuurlijk. Ja. En willen jullie ons vaker zien picknicken? Dan doe ook even die duim omhoog. Of willen jullie Jim weer zien koken? Dat kan natuurlijk ook. Nou. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Kijken. Dankjewel voor het kijken. Twee duimpjes omhoog voor de view. Tot de volgende video. Ciao.